We zijn in Museum de Gevangenpoorten. Dat zal duidelijk zijn voor iedereen. Nou, een aantal dingen zitten er in dat woord. Allereerst het woord poort. De gevangenpoort was een poort. Was een toegangspoort. En al heel vroeg was dat een toegangspoort, 1370 ongeveer. Dus dat is al bijna 700 jaar geleden. En het was een toegangspoort naar het kasteel van de graven van Holland. Nederland, zoals we dat nu kennen, bestond nog niet. Je had allemaal losse kleine landjes. Holland, Zeeland, Gelderland, Friesland. En die graaf van Holland die had zijn paleis hier vlakbij, zijn kasteel. En had een aantal toegangspoorten in de omgeving van dat kasteel om iedereen buiten te houden. Dat daar is het binnenhof. Dat is de ridderzaal. Nou, waar is dan die gevangenpoort te vinden? Ik zal u een handje helpen. Daar. Daar zijn we nu. Het ziet er nog iets anders uit dan het tegenwoordig eruit ziet. Hè? Er loopt zelfs nog een grachtje voor de deur met een ophaalbrug, zoals dat hoort bij een kasteel natuurlijk. De hofvijver is ook nog wat groter. Nou, wat zien we dan verder nog aan dat woord gevangenpoort? Gevangen. Gevangen, natuurlijk. Dit is namelijk ook een gevangenis. Dus al zo'n 50 jaar nadat het poortgebouwtje gebouwd werd, werd het een gevangenis. De gevangenis van de graaf van Holland. Zoals al de mensen die hij even wilde opsluiten, die kon hij opsluiten in die gevangenis. En hij had een eigen rechtbank, het Hof van Holland. En het Hof van Holland gebruikt die gevangenis. Dat is de hoogste rechtbank van Holland, van het land op dat moment. Wat zijn belangrijke dingen in een gevangenis? Tralies. Zijn daar, hè? Tralies. Je hebt tralies in een gevangeniscel. Dikke muren. Als je heel goed kijkt, als je door dat venster heen kijkt, dan zie je dat die muur ongeveer zo dik is. Het is bijna een meter dik. Als je nou goed die kant op kijkt, niet alleen zitten daar bakstenen, daar zitten houten planken, dikke houten planken over die muur. Er zitten ijzeren banden over die muur en die houden die planken weer op zijn plek. Die knoppen die erop zitten, dat zijn de uiteinden van hele lange ijzeren staven. Die zitten dwars door die muur heen en die houden alles op zijn plek. Die hadden we nog vergeten. Ik heb er allemaal spullen op gelegd, maar er zit hier een wc. Heel modern voor die tijd. Je moet je voorstellen, dit deel van het gebouw is ongeveer 500 jaar oud. De meeste mensen hadden gewoon een emmertje thuis, wat gewoon buiten op straat geleegd werd, of in de gracht, als het vol was. Dit is een heel moderne wc. Hier onder het gebouw door loopt een klein riviertje, de Haagse Beek. En al die wc's die lozen op de Haagse Beek. Heel mooi, modern systeem. Nou, waarom zouden we mensen willen opsluiten in een prachtige ruimte als dit? Ze hebben iets uitgesproken, maar wat? Ja. Iets tegen de regels. Ja, dat is een mooi algemeen. Iets tegen de regels. Ze hebben iets gedaan wat niet mocht. En dan willen we vervolgens, willen we ze... Wat willen we gaan doen met die mensen? Ja, dat rode jasje. Straffen. We willen ze straffen. En om nou te zorgen dat ze niet er vandoor gaan voordat ze gestraft worden, sluiten we ze eventjes op. Tegenwoordig zou je ook kunnen zeggen dat we ze opsluiten om ze te straffen. Maar 500 jaar geleden deden ze dat niet. Gevangenisstraffen bestonden niet. Je werd buiten gestraft. Iedereen moest dat kunnen zien. Daar nam je een dagje vrij voor. En je ging dan kijken hoe iemand gestraft werd. Nou, dan zit je hier. Waarom zou je willen ontsnappen? Het waren erg strenge straffen. Dus ja, ik wil wel zorgen dat ik op tijd weg ben voordat ze gaan straffen. Hè, meneer daar? Er is weinig eten. Weinig eten. Nou, dat kun je inderdaad wel zeggen. In een cel als dit kreeg je niet best te eten. Je kreeg een beetje droog brood en een beetje water. En als je pech had, kwam dat water uit de gracht. We weten wat daar gebeurde. Nou, nog één. Ja, de meeste van jullie hebben een jas aan. Het valt nu wel mee. In de winter is het hier echt vreselijk koud. En dan wil je ook niet zo heel lang blijven zitten. Nou, je ziet het al, hè. Waarom zou je willen ontsnappen? Nou, om geen straf te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld omdat je niet tegen kleine ruimtes kunt. Dus allemaal goede redenen om er vandoor te gaan. We gaan een aantal verschillende manieren behandelen. We hebben een paar mensen meegenomen die kunnen helpen. Die kennen jullie toch? Overdag, precies, de pinguïns van Madagaskar. Overdag staan ze netjes in de dierentuin te zwaaien en te lachen.
En ondertussen, 's nachts, zijn ze eigenlijk vooral bezig met ontsnappingsplannen verzinnen. Wie heeft er nog meer ideeën? Die meneer daar achteraan die al een tijdje zo zit. Ja. Deze is een beetje goor, maar ik kan zo in de wc stappen en gewoon doortrekken. Onthoud die! Want het is inderdaad een beetje goor, maar het klopt wel. Ja? De bewaker overvalt de sleutel meenemen en wegwezen. Nou, ik heb een variant daarop. Het is hier niet vaak gebeurd dat de bewaker overvallen werd, maar... Het is een keer gebeurd. Nou, eigenlijk hadden ze hem dronken gevoerd. Dat is een ander verhaal. En wat dachten jullie van deze? Als die tralies maar eenmaal weg zijn, dan kunnen we erdoor, toch? Het heeft nadelen, ja. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Hier hebben we die bewaker. In dit geval, hij is inderdaad een keertje besprongen, vastgebonden. En ze zijn maar vaker gebeurt het dat je de bewaker of iemand van zijn personeel kon omkopen. Je belooft hem een heleboel geld. Als hij maar de deuren openzet. En als hij je maar helpt. Een raampje openlaat of... Nou, verzin maar. Overigens, die boekenkist die je ziet, hè? Dat was inderdaad een beroemd idee. Door het riool. Kunnen we hier een tunnel graven? Nee. Ik hoor ja en ik hoor nee. Waarom nee? Ja? Ja, want wat zit hieronder? Je kunt hier wel in de bodem gaan lopen verroeten, maar hier zit weer een cel onder. Dus dat is leuk, maar dan zijn we eigenlijk niet zoveel verder gekomen. Of deze. Vliegtuig bouwen op zolder. Waar gebeurt het verhaal? Ga ik straks uitleggen. Maar eerst, die aan elkaar geknoopte lakens. Hebben we even twee vrijwilligers voor nodig. Als die twee mensen daar, op het uiteinde, dat is makkelijk. Pas op dat je niet struikelt. Stel nu dat die tralies loszitten, doorgezaagd zijn of... nou, verzin maar wat. Knoop deze eens goed aan elkaar. Dit zijn even geen lakens. Gaan we hier staan. Dan kan iedereen het goed zien wat je doet. Ja, verzin maar eens een knoop waar je aan kan hangen. Je moet daar met je volle gewicht aan kunnen hangen zonder dat die breekt. We zitten hier hoog. Je wilt niet helemaal naar beneden vallen als je net aan dat touw hangt te bengelen. Dat valt niet mee, hè? Je hebt de hele nacht. De cipier ligt te slapen. Niks aan de hand. Dit hoort hij niet. Nou, zullen we het eens proberen? Als ik deze kant vasthoud, en jullie trekken allebei in die kant. Pas op dat je niet valt als hij breekt. Ja. Zie, valt niet mee, hè? Stel je voor dat ik daar met mijn volle gewicht aangehangen had. Zou ik hartstikke dood liggen op de binnenplaats. Niet handig. Je kunt zo proberen. Dan nog moet je altijd oppassen. Toch is het wel eens gebeurd hè, dat mensen met aan elkaar geknoopte lakens ontsnapt zijn. Hier, vroeger, heel lang geleden, maar ook nog niet eens zo gek lang geleden in Amsterdam uit de Bijlmerbaai. Is een beroemde gevangenis in Amsterdam. En daar vonden ze dan dat soort dingetjes s'morgens terug. Dus het kan wel. Volgende, tralies doorzagen. Kijk eens even goed naar die tralies. Ik heb geen kettingzaag natuurlijk. Maar die jonge man die daar zo enthousiast al zei van mag ik helpen. En dan heb ik nog iemand nodig die... Zo, dan gaan er omhoog, vingers omhoog, zeg. In een minuutje. Met de ogen dicht. Die een die zo heel erg zit te zwaaien. Ik weet niet precies daarachter. Ja, jij daar. Ja. Ja, jongen daar. En dan is het heel stil. Het is midden in de nacht. De cipier ligt te slapen. En hoor je de hele nacht dit gezaag. Want hij is hier wel even mee bezig, hè. Draai je het eens om? Als jij nu vasthoudt en jij gaat even zagen. Je krijgt lamme armen, hè, hiervan. Pas op, struikel alsjeblieft niet over de kabeltjes. En, ja. Ik heb het volste vertrouwen dat het helemaal goed gaat. Hier komen ze voorlopig niet doorheen. Ja, en dan één zo'n tralie heb je niet genoeg, hè. Je moet er meer doorzagen. Hier zitten er al twee achter elkaar. En je kunt niet één klein gaatje maken. Je moet een gat maken wat groot genoeg is om er doorheen te klimmen. Ja, en met z'n vijven tegelijkertijd bezig bent, hè? Want anders gaat dit niet lukken. Nou, stop maar. Applaus. Maar toch is het een keer gelukt. Bijna 300 jaar geleden. De marquisin van Lévis Château-Mourant. Een Franse edelvrouw. Die kon je natuurlijk niet in een celletje als dit opsluiten, hè? Die moest een beetje mooie ruimte hebben. Dus die zat daar voor aan de straatkant in de raadkamer. De raadkamer was eigenlijk de vergaderzaal van de rechters.
En daar zitten tralies voor. Als je straks buiten staat, moet je maar eens kijken. Daar zitten behoorlijk stevige tralies voor. En s'nachts gingen natuurlijk de luiken ook nog eens een keertje dicht. Kijk, nu staan de luiken altijd open. Maar s'nachts gingen daar luiken dicht als daar een gevangene zat. En dan ging er ook nog eens een keer een ijzeren staaf over die luiken heen om ze dicht te houden. Maar zij is wel ontsnapt. En hoe weten we niet? Ze heeft waarschijnlijk hulp gehad van buitenaf. Vrienden die haar kwamen redden. Dus daar heeft daar iemand een ladder neergezet midden in de nacht. Tegen dat raam heeft daar tralies doorstaan zagen, die ijzeren staven doorstaan zagen, de luiken opengebroken, het hangslot wat erop stond opengebroken. Niemand heeft het gehoord. En het enige wat de cipier de volgende ochtend terugvond, was een klein stukje stof van de jurk van de markiezin, wat hier was blijven haken, terwijl ze naar buiten klom. Nou, cipier omkopen is natuurlijk wel eens gebeurd. 1675, nog verder terug, Abraham de Wikfor. Abraham de Wikfor was een spion. Het was voor die tijd eigenlijk een beetje de James Bond. Hij was in Frankrijk ooit een keer gearresteerd omdat hij spioneerde voor de Nederlanders. En later was hij hier in Den Haag gaan werken. En toen arresteerden de Nederlanders hem omdat hij spioneerde voor onder andere de Fransen. Het was inmiddels oorlogstijd en dan stond daar de doodstraf op spionage voor de vijand. Nou, ze wilden hem eigenlijk toch wel niet doodmaken. De man was al een beetje oud aan het worden en hij was net bezig met het schrijven van een goed geschiedenisboek. Dus ze hebben hem tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. En speciaal voor hem een celletje in dit gebouw gemaakt waar hij dan de rest van zijn leven mocht gaan zitten schrijven. Dat heeft hij niet lang volgehouden. 3 jaar later heeft hij het dienstmeisje omgekocht. En het dienstmeisje van de cipier. En zij heeft alle deuren open laten staan. Hij kon er vandoor. Is op een paard en wagen gesprongen die zijn dochter voor de deur had staan en is er vandoor gegaan naar Duitsland. Dus het kon soms gebeuren. Dat dienstmeisje had nu een probleem, hè? Want opeens gaat de cipier vragen, waarom staan al die deuren open? Waar is mijn gevangene gebleven? Dus zij moest ook vluchten. Nou, het boekenkistverhaal natuurlijk. Hugo de Groot zat in die torenkamer opgesloten, kreeg gewoon bezoek van zijn vrouw bijvoorbeeld. En samen met zijn vrouw verzint hij dan een plan om te ontsnappen. Hij leest veel. En hij laat regelmatig boeken bezorgen. Nou, kist vol met boeken. Boeken eruit. Hugo de Groot erin. Die eigenaar van die boeken komt zijn boeken weer ophalen. Denkt hij. Maar eigenlijk loopt hij dus gewoon Hugo de Groot naar buiten te sjouwen. Nou, Hugo de Groot is ontsnapt. Is naar Frankrijk ontsnapt. En hebben ze dus niet meer teruggezien. Het is hier trouwens ook wel eens gebeurd, hè. Bijna 100 jaar later heeft dus ook eens een keertje iemand dezelfde grap gebruikt om hier te ontsnappen. Je zou denken, die bewakers moesten dat kunstje wel kennen. Maar nee hoor, ze hebben gewoon geholpen met de kist naar buiten sjouwen. En zo is er toch weer iemand ontsnapt. Nou, daar heb je hem dus. Door het riool. Deze wc's nu, daar zitten hele dikke, stevige, ijzeren banden overheen. Je krijgt dat deksel er niet zomaar af. En als ik dit optil, dan is het een heel klein gaatje. Daar kunnen we nooit doorheen. Maar als je dat hele grote ding eraf zou halen, dan zou je ruimte hebben. Dat zal er misschien een keer niet goed op gezeten hebben, of helemaal niet. Maar er is dus iemand door dit riool heen ontsnapt. Die is naar beneden geplonst in dat beekje wat onder het gebouw doorloopt. Voor de deur waren ze de straat aan het openbreken, dus hij kon daaruit en zal vreselijk gestonken hebben. Maar hij was wel vrij. Hier hebben ze geleerd in het gebouw. Van die ontsnappingspoging. En ze hebben het gebouw zelf helemaal aangepast. Want na die eerste keer hebben ze een hek geplaatst in de Haagse Beek. Een paar jaar geleden waren we hier aan het verbouwen. En in een van de kelders hier beneden kwamen we de punten tegen van een hek. Daar. Hier zie je steeds van die ijzeren punten staan. En we dachten eerst dat dat de onderkant was van een hek wat ooit een keer in deze deuropening gestaan had. Maar het bleek de bovenkant te zijn van een hek wat in de Haagse Beek staat. Nog steeds. Het water stroomt daar wel doorheen. Maar als je nu naar beneden zou vallen door dat riool, dan zit je vast. Je kunt nergens meer naartoe. Je kunt niet naar boven klimmen, want zo makkelijk gaat dat niet naar 2 hoog. En je kunt ook niet verder naar de Hofvijver die in die richting is. Omdat hier dat hek ervoor staat. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de tunnelgraaf. Gaat dit lukken? Nee. Als ik, stel dat we nu beneden zitten, stel dat er geen stenen vloer ligt, stel dat we een zand hebben en stel dat ik hiermee begin te graven. Hoe lang zal ik bezig zijn om een tunnel naar buiten te graven? 2 jaar. Nou, ik denk dat die 2 jaar nog het meest zinnige is, inderdaad. Want dit duurt heel lang, hè? En dit?
Hé, hey, haha, ik heb een grotere lepel. Dit gaat sneller, toch? Een jaar. Ja, ben ik nog wel een jaar bezig, ja, ja. Zou je het geduld hebben om dat te doen? Bijvoorbeeld, je kan beter met je handen doen. Dat gaat ook wel een beetje vervelen. Je moet je handen ook nog wel schoon willen houden. Maar het gaat ook opvallen. Je kunt ook niet de hele dag door graven. Toch is dit ook wel eens gebeurd, hè? Het is echt gebeurd. Een vrouw van 35 ontsnapte uit deze gevangenis in Breda. Dat gebeurde zondag al, maar werd vandaag pas bekendgemaakt. De vrouw kon wegkomen uit de koepelgevangenis door zelf een tunnel te graven met een lepel. Hij was 1,5 meter lang en ging onder de buitenmuur van de gevangenis door. De politie is nu op zoek naar de vrouw. Het is dus mogelijk. Er zijn wel eens mensen die dus zo ongeduldig zijn dat ze er vandoor gaan door met een lepel een tunnel te graven. Vliegtuig bouwen op zolder. Het is inderdaad serieus. Er zijn wel eens mensen druk bezig geweest in een gevangenis met het bouwen van een vliegtuig. Ze zijn daarmee niet ontsnapt. De reden daarvoor zal ik zo ook uitleggen. Zie je dat mooie kasteeltje? Ja. Lekker hoog op een berg, riviertje eromheen. Lastig om onderbij te komen. Hebben jullie wel eens gehoord van de Tweede Wereldoorlog? Ja. Ik hoor bijna allemaal ja, maar dat is dus een oorlog zo'n 70 jaar geleden. Waarbij er veel piloten, Amerikaanse, Engelse, Franse, Nederlandse piloten, boven Duitsland vlogen, uit hun vliegtuig moesten springen omdat dat geraakt was. En die werden gevangen genomen door de Duitsers. Nou, die werden opgesloten in een kamp. Probeerden ze daaruit voortdurend te ontsnappen, dan vonden die Duitsers dat zo lastig, dan werden ze opgesloten in dat kasteel. Kolditz heet dat. Dat is een speciaal zwaar bewaakt kasteel met nog dikkere muren dan je hier ziet. Maar dat waren allemaal piloten. Het waren allemaal piloten die heel graag voortdurend aan het ontsnappen waren. En die Duitsers hadden hun handen vol aan die lui. En toen de oorlog helemaal afgelopen was en de Amerikanen bij dat kasteel kwamen, vonden ze op zolder een bijna compleet zeevliegtuig. Hoe krijg je dit in vredesnaam naar buiten? Ja, geen idee of die gevangen piloten daar ooit over nagedacht hebben. En het is ook niet helemaal duidelijk of de Duitsers dit misschien wel wisten. Waarschijnlijk wisten de bewakers dit, dat ze dit ding aan het bouwen waren. En dachten ze, nou ja, dan zijn ze even bezig. Ze krijgen dat ding toch nooit buiten. Als het wel gelukt was, dan hadden ze dus flinke hoogte. Dan ze dat ding moeten wegduwen. En met een goed zweefvliegtuig kun je dan inderdaad een flink eind komen. Over die rivier heen, dan ben je weg. En dan moet je verder maar zien dat je hard wegrent. Overigens, vraag me anders eens aan je ouders of grootouders. Er is een televisieserie geweest over die mensen die daar voortdurend uit dat kasteel wilden ontsnappen. Kolditz heette die serie ook lang geleden. Ontsnappen is dus mogelijk. Je moet er erg veel moeite voor doen. Dat hebben we wel gemerkt net, denk ik. Helpt als je veel geld hebt. Dan kun je de bewakers omkopen. Dan kun je gereedschap laten komen. En als je vrienden hebt die je willen helpen. Nou, dank jullie wel.